Dames en heren, het kabinet heeft vanmiddag extra maatregelen bekendgemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen. Ik ben ervan doordrongen dat deze maatregelen, waarvan ik me realiseer dat ze grote consequenties hebben voor mensen, noodzakelijk en belangrijk zijn voor onze samenleving. Ik roep dan ook iedereen op om zich hieraan te houden. We staan er met z'n allen in onze gemeenschap voor om deze dreiging het hoofd te bieden. Over de exacte reikwijdte van de bepaling omtrent het niet doorgaan van bijeenkomsten met meer dan 100 aanwezigen verwachten wij overigens nog nadere duiding van de kant van de Rijksoverheid. Ja, dat is eigenlijk de situatie zoals die is. Als ik kijk naar de formele bevoegdheden in deze city als volgt. COVID-19, corona, is een zogenaamde A-ziekte. En ziektes zijn onderverdeeld in drie categorieën, A, B en C. En A-ziekten, daarvan wordt de bestrijding in handen gelegd van de voorzitters van de veiligheidsregio's. Die op grond van de wet publieke gezondheid daar specifieke bevoegdheden hebben om maatregelen te treffen. Dat kunnen hele concrete maatregelen zijn, zoals het sluiten van gebouwen, quarantaine opleggen en dergelijke. Dat zijn allemaal specifieke bevoegdheden die daarin zijn opgenomen. Soms heb je ook maatregelen nodig die daar buiten vallen. En dan kan de voorzitter van de veiligheidsregio terugvallen op de wet op de veiligheidsregio's, dan kan die een zogenaamde grip 4 situatie afkondigen. En dan gaan de bevoegdheden om dit soort crisis te lijf te gaan over van de burgemeesters van de verschillende gemeenten naar de voorzitter veiligheidsregio's. Ik heb inmiddels grip 4 in deze regio afgekondigd. Dus dat betekent dat in de regio Holland-Midden, die loopt van deze Hillegom tot en met de Krimpende Waard, dus Schoonhoven, Bergambacht en dergelijke. In die regio heb ik grip 4 afgekondigd. Waarvoor zou dat wellicht nodig zijn? Dat zou wellicht nodig zijn als de regering met een nadere duiding komt van wat betekent eigenlijk bijeenkomsten boven de 100 bezoekers. Onder aanwezigen, dan kunnen we dat nader in regelingen opnemen en kan daar een regionale regeling voor worden gemaakt. Ik verwacht overigens dat het overgrote deel van de mensen zich gewoon aan de richtlijn zoals die door het kabinet is afgegeven zal houden. Dat merken wij dat veel mensen eigenlijk uit zichzelf al deze kant op gaan en soms ook zelfs wel verder gaan dan datgene waar het kabinet toe heeft opgeroepen. De vraag is of je lokaal nog aanvullende dingen zou moeten doen. Dat zou ik in ieder geval niet adviseren. De samenleving moet ook als samenleving nog wel een beetje doorgaan. We moeten ook niet een grotere paniek met elkaar genereren dan er op dit moment misschien toch al wel is onder de samenleving of in de samenleving. Ik denk dat het zaak is om met elkaar deze dreiging het hoofd te bieden. Dat kan denk ik ook goed. We hebben met elkaar hele verstandige organisaties, zoals het RIVM, de grote ziekenhuizen, andere deskundigen die met elkaar ook tot goede adviezen komen. We verwachten natuurlijk nog wel een toename van het aantal mensen dat besmet is. En ook nog wel in de loop van de tijd kunnen we ervan uitgaan dat er ook wel een aantal dodelijke slachtoffers nog te betreuren zijn. Maar ik hoop en verwacht dat we in Nederland deze crisis met elkaar toch het hoofd kunnen bieden. In deze regio waren gisteravond 17 mensen besmet, in de hele regio Holland-Midden. In Leiden was er toen 1 persoon besmet. Vandaag is bekend geworden dat er in Leiden nog 2 personen besmet zijn geworden, zodat er in Leiden nu 3 personen besmet zijn. Dat zijn de feiten zoals hier op dit moment liggen.
BIM. Het lijkt mij goed dat degene die dan vragen wil stellen, dat die daar nu de gelegenheid voor heeft. Ja, dankjewel aan burgemeester Nefrink. Dat gaan we dan ook doen. Zoals je ziet heb ik even het voorzitterschap opgenomen. Zijn er veel vragen? Want we kunnen ook gewoon even alle fracties even aan de sprekersstoel te laten komen. En ik ga samen kunnen die morgen terug. Heeft u precies? Mevrouw. Ja, korte vraag. Is bekend dat de drie personen die nu besmet zijn ook contact hebben gehad met elkaar? Of dat dat drie losse gevallen zijn? De burgers. Ja, dat zijn losse gevallen. Maar de basis is allemaal nog hetzelfde. Allemaal oorspronkelijk uit hetzelfde groep. Meneer Kessie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, burgemeester, voor uw goede uiteenzetting. U noemt zelf het grote ziekenhuis. U zegt dat u adviseert niet lokaal aanvullende maatregelen te nemen of af te kondigen. Maar vanmiddag net is bekend geworden dat een arts-epidemioloog van het LUMC en de medewerker van de universiteit heeft verlemmerd heeft opgeroepen tot het stellen van de grenzen op 100 met 30. En om cafés en restaurants te sluiten, is dat toch niet een teken om wat meer te doen? Burgemeester. Ja, het is altijd zo dat wanneer er maatregelen zijn en we leven in een vrije samenleving, dat mensen ook andere verdergaande opvattingen naar voren brengen. Dit is mijn pakket. We hebben het vanavond ook nog even met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC over gehad. Dat zou natuurlijk kunnen en het zou denk ik het effect iets groter maken. Zo ongeveer 60% van de besmettingen ga je tegen als je helemaal geen bijeenkomsten meer houdt. Dus als je die grens iets lager stelt, neemt het risico iets af. Dat is waar. Maar zoals wel blijkt uit deze opmerking, is dat niet het enige dat zorgt voor die verspreiding. Je moet bij alle maatregelen, alle dingen die je met elkaar doet, proberen dat het aantal besmettingen zo laag wordt dat het virus uiteindelijk uitdooft. De economie uitdooft. Maar op dit moment is er heel bewust gekozen voor deze grens. En op het moment als wij lokaal zeggen van ja, maar wij vinden een hele andere grens nuttig en nodig. Ja, waarom is 30 dan goed? Dan moet je misschien ook wel 25 kun je dan wel nemen. Dus overigens zeker veiliger dan 30, kan ik u wel zeggen. En 20 is dan nog weer veiliger dan 30. Het is enigszins arbitrair, die 100. Maar laten we nou met elkaar in Nederland ook een beetje in de lijn vasthouden. Het is heel ongelukkig als iedereen wat anders gaat doen. Dat snapt ook niemand meer. Nu volgt het niet. Een vervolgvraag nog voor de minister. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik begrijp uw bezwaren wel. Maar het is wel een mogelijk gekend specialist, een gerenommeerd specialist. En die zegt dat niet voor niks. En ik denk toch dat je dat nog best aan die 100 van meneer Rutte moet gaan houden. En dat je best lokaal een voorbeeld kunt gaan stellen en het ietsje veiliger kunt gaan maken. Dank u wel. Dat is niet echt een vraag, geloof ik. Nou, hooguit om te zeggen van ja, het is echt niet zo dat de heer Rutte dit vanmiddag zo uit zichzelf bedacht heeft. De heer Rutte heeft daar goede adviseurs van, ook van het RIVM. Daar zitten ook hele grote specialisten. En ook de mensen van onze GGD weten veel van deze materie. Met elkaar is het bewust gekozen om te zeggen laten we deze grens nou hanteren. Ook omdat we dat landen communiceren met elkaar. En niks is vervelender dan wanneer overal verschillende regels gelden in deze. Hier is de eenvoud van de boodschap ook de kracht. En daar zou ik ook niet vanaf willen wijken. Voor burgemeester, dank u wel. Uw vraag namens de fractie van Partij voor de Arbeid. De premier die heeft besloten om in ieder geval de scholen niet te sluiten. Dus dat gaat door, maar wellicht in de toekomst zou dat wel kunnen gebeuren. Dus mijn vraag is, heeft u die scenario's wellicht al klaar liggen inderdaad? Mochten de scholen sluiten? En op welke wijze is er contact misschien al met de scholen? Dus basisonderwijs, middelbaar onderwijs. Een van de redenen waarom dat niet gebeurd is, ook omdat tot op heden niet gebleken is dat dit virus ernstige gevolgen voor kinderen heeft, ook relatief weinig besmettingen daar zijn.
een belangrijke reden om dat te doen. Bovendien zijn de maatschappelijke gevolgen van het langdurig geen onderwijs volgen ook heel erg ernstig. Dus dat scenario dat heeft men willen voorkomen. En dat begrijp ik ook heel erg goed. Behalve dit zijn er nog veel meer scenario's die in voorbereiding zijn. Waar ook landelijk wordt nagedacht over welke mogelijke antwoorden op de scenario's er zijn. En ook daarvoor geldt, doe dat zo weinig mogelijk alleen lokaal. Want als je het lokaal of regionaal anders doet dan in de rest van het land, wordt dat ingewikkeld om uit te leggen. En eigenlijk hebben we dat al een beetje gezien met de situatie in Noord-Brabant. Dat mensen het moeilijk vonden te begrijpen dat de situatie daar tot aanvullende maatregelen noodde. Want iedereen had toch wel het idee, joh, ik kan toch ook nog gewoon met de trein naar Den Bosch of naar Breda. En de mensen uit Breda kunnen ook nog gewoon bij mij komen. Dus zo afgesloten is dat gebied helemaal niet. Waarom gelden daar nou zoveel andere maatregelen dan hier? Daar was wel een argumentatie voor, maar niet iedereen begreep dat. En dat lijkt dan wel dat dat echt lastig in de communicatie is. Vandaar dat we zoveel mogelijk proberen met alle voorzitters van de veiligheidsregio en de verantwoordelijke bewindspersonen tot één gezamenlijke koers te komen en alle besluiten van alle gezagsdragers op elkaar af te stemmen. Ja, dan een vraag van Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, één vraag ook over de scholen. Mocht er een beslissing vallen om scholen alsnog te sluiten, wie is daar dan verantwoordelijk voor? Zijn dat de individuele scholen? Is dat de landelijke overheid of is dat juist de veiligheidsregio? Het ligt aan wat precies de wettelijke basis wordt van dat besluit. En daar kan ik op dit moment eigenlijk nog niet zeggen, want daar zijn verschillende scenario's voor denkbaar. Maar ja, in die situatie zal altijd goed nagedacht worden ook over eventuele effecten van die maatregel. Dat is nu ook aan de orde bij de Max 100 maatregel. Er zijn al heel veel organisatoren van evenementen of bijeenkomsten, begrafenissen of wie, wat je maar kunt bedenken, kerkdiensten, die zitten met vragen wat moet ik hiermee en die proberen daar ook scherpte in te krijgen. En daar spelen ook elementen van economische schade bij. Hoe gaan we daar mee om? Ja, dat is denk ik ook iets waar we nu niet in alle details een antwoord op kunnen geven. Maar die vragen komen ongetwijfeld weer scherper op tafel na enige tijd. Nog een vervolgvraag? Ja, vervolgvraag, wel op een ander thema. Is er een op welke manier kunnen inwoners van Leiden op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling? Want er zijn in de lokale pers zijn er updates, maar via welke wegen communiceert de gemeente met de volk? De burgemeester. Eigenlijk proberen we in het verlengde van de landelijke communicatie te werken, regionaal. Waar ik in het begin van mijn verklaring mee begon. Dat is iets wat alle burgemeesters ook zullen uitstralen in de regio. We hebben met elkaar ook afgesproken dat zodra de nadere duiding van die 100 maatregel komt, dat we dat ook zodanig kunnen afkondigen. Maar dan zal er wel vanuit de regio een bericht komen dat dat formeel regionale regelgeving is. Dus zullen we dat via alle kanalen die we maar ter beschikking hebben ook bij het publiek bekend proberen te laten zijn. Dank u wel. Dan de heer Van Hout, voorzitter. Ja, dank u wel, voorzitter. Stel er zijn organisaties die toch wel evenementen willen door laten gaan. Meer dan 100 mensen, die hebben die mogelijkheid op. Het plan is vanuit de gemeente Leiden om met ze te gaan praten en toch dringend te verzoeken om het toch te meten. Daarom plan voor zich. Ik heb net gezegd dat we de nadere duiding van de zijde van het Rijk nog afwachten over hoe precies je dit zou, de rijkwijde daarvan zou moeten zien. Als dat helder is, dan zal er waarschijnlijk een regionale noodverordening worden opgesteld. En het overtreden van de noodverordening. Ja, dat is misdrijf. Dus daar kan tegenop getreden worden. En uiteraard moet het gehandhaafd worden. Dus dat betekent in zo'n situatie dat we ook moeten aanwijzen welke instanties dan worden belast met de handhaving van die maatregelen. Daar heb ik een keer bij iemand. Ja, voorzitter, dank voor het woord. Allereerst complimenten, burgemeester, voor het verhaal. Het is gemakkelijk tijd op dit moment.
houdt veel mensen bezig. Het houdt iedereen bezig. Wij krijgen vragen, u krijgt vragen. Dus ik vind het knap dat u een andere lijn volgt. Ik denk dat het de meest zuivere lijn is om die te volgen. Ik heb daarover één vraag. Een beetje het verlengde van meneer Van Halmen. Wat doet u nou bijvoorbeeld bij scholen die mij onderbieden die het heft in eigen handen nemen en die zeggen wij sluiten alsnog, terwijl de landelijke lijn anders is? En de tweede vraag die ik heb is: hebben wij signalen uit onze regio dat onze zorgverleners overbelast raken? We krijgen signalen van de Brabant dat de zorg het niet meer aan kan. En heeft u die signalen uit de regio ons midden? En de derde vraag is een ambtelijke vraag: wat heeft dit voor gevolgen voor de ambtelijke organisatie? Ik zie veel grote bedrijven nu in A- en B-shifts werken, bijvoorbeeld. Hè, dus een deel werkt thuis, een deel werkt in de organisatie zelf. Of hele ambtelijke organisaties of andere organisaties worden naar huis gestuurd met de medewerker, gaan maar thuis werken. Dus ik ben ook benieuwd wat voor gevolgen dit voor de ambtelijke organisatie. Dank u wel. De eerste vraag: gebeurt er nou als mensen zelf maatregelen treffen? Ja, over het algemeen zijn mensen ook bevoegd om hun eigen keuze te maken. Dus dat zou op zich kunnen, al is het zo dat bij scholen er ook sprake kan zijn van leerplicht. En dan kom je dus in conflict met regelgeving. En dan kan het zijn dat je vanuit je overheidsrol toch moet optreden in die situatie. En in ieder geval zal daar een gesprek uit volgen om te kijken hoe dat met elkaar in verband gebracht moet worden. Er zijn ook wel voorbeelden van in Nederland waar dat ook wel spannend kan zijn, zo'n discussie. Dus dat is wel een punt. De laatste vraag met betrekking tot de continuïteit van de eigen organisatie. Ja, u heeft gezien waartoe de regering heeft opgeroepen. Blijf zoveel mogelijk thuis als dat kan. Ja, u zult zien dat dat in Leiden soms wel kan en soms niet kan. De buitendienst werkt niet zo goed als je die naar huis stuurt of vanuit huis te werken. Dus dat moet je ook een beetje naar het bevinden van zaken doen. Voor de rest heeft de gemeente Leiden een goed continuïteitsplan dat wij ook zoveel mogelijk proberen te volgen om de problematiek in dat kader goed in de hand te houden. En het laatste, hoe zit het eigenlijk met de zorgcontinuïteit? Er bestaat buiten de veiligheidsregio ook nog een regio met betrekking tot de acute zorg, de ROAS. Daar is de voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC, de Spaan, de voorzitter van. Die monitoren met elkaar ook hoe het gaat met de zorg en nemen ook voorbereidende maatregelen. Dat heeft het LUMC ook gedaan, mede naar aanleiding van contacten in Noord-Italië, in Brabant, over wat daar gebeurt. Op dit moment is er geen enkele zorg met betrekking tot de capaciteit in het LUMC. Maar je moet zich realiseren dat wanneer er in een paar dagen tijd een flink aantal ernstige zieken binnenkomen, ja, dat kan zomaar leiden tot een situatie dat in enkele dagen tijd de vrije capaciteit daar helemaal op is. Ja, en dan zou je misschien wel tot heel vergaande triagemaatregelen moeten komen. Dat je keuzes moet maken tussen die maar wel het ziekenhuis in. En die laten we niet meer toe. Dank u wel. Dan is het voor de heer Koper van D66. Ja, voorzitter, dank voor het woord. Dank ook aan de burgemeester die ons even een toelichting heeft gegeven op de landelijke maatregelen. En inderdaad, wat die voor ons als stad natuurlijk ook gaat betekenen. Voorzitter, ik wil ook even van de gelegenheid gebruik maken om ons ook even mee te denken ook naar onze hele raad, ook al onze professionals ook in het veld, en ook op drie steken en ook hen te danken en onze waardering en respect uit te spreken voor de zorgcommuniteit die zij natuurlijk de komende dagen en weken ook moeten bieden. En ik heb niet zozeer een vraag aan de burgemeester, maar ik wilde hem wel iets meegeven dat daar waar een fase aanbreekt dat wij als raad iets zouden kunnen betekenen als volksvertegenwoordigers, denk ik dat het dan ook openstaan hier, denk ik met z'n allen, dat er dan ook zeker een beroep over deze raad gedaan kan worden. En het voelt een beetje raar dat wij hier achterover zitten te wachten van je wil wat doen, maar je kan niks doen, dus de bal ligt bij de professionals, maar mocht er zo'n fase wel aanbreken, dan wil ik dat wel mee. Dank u. Ja, dank u wel. In ieder geval zou ik u wel hartelijk willen bedanken voor de
situatie van de zorgprofessionals. Die krijgen het heel erg zwaar. Die hebben het op dit moment al moeilijk, want er moeten heel veel aanvullende maatregelen getroffen worden. Maar in de verwachting dat de effecten van het virus nog wel zullen toenemen de komende maand, zullen we zien dat er een heel zwaar beroep op hen wordt gedaan. En dan is zo'n oproep als u voor de dank uitspreken, hard onder de steden, het is heel erg goed dank daarvoor. Zullen ook zeker bij uw raad terugkomen als dat aan de orde is. Ben u in ieder geval nog schuldig dat voor de gemeentelijke organisatie, de Lakenhal maakt ook deel uit van de gemeentelijke organisatie, die volgt de museumlijn en gaat dicht, zoals overigens ook de Boerhaven en Naturalis van hebben gezegd. Ja, goed, dat was het. Oh, meneer Kroonhoff, dank voorzitter, dank burgemeester voor de toelichting, dat is denk ik heel prettig. Een vraag over de 100 plus regel, die is afgekondigd door het kabinet vanmiddag. Hoe gaat de gemeente, hoe gaat de veiligheidsregio daarmee om in publieke ruimte, bijvoorbeeld op een station of in wat grootschalige horeca? Dat zijn plekken waar je al snel meer dan 100 mensen bij elkaar hebt. Nou, is die veiligheid te garanderen, hoe kan dat in goed daarmee blijven? Nou, ik gaf net al aan dat er grote behoefte is aan een nadere duiding van die bepaling, dat men zegt van bijeenkomsten van meer dan 100 mensen worden afgelast. Dat is eigenlijk de redenering zoals die tot ons is gekomen. En dan kom je op een heleboel interpretatievragen uit. En daar kan ik eigenlijk nu nog niet zo goed nader antwoord op geven, want ik heb misschien nog wel meer vragen aan u. Want ik heb namelijk een uur lang alleen maar deze vraag zitten te bedenken. En ik heb er een heleboel. En we kunnen eigenlijk op dit moment daar nog niet goed antwoord op geven, want ze zitten langs alle kanten. Tot en met geldt dat ook voor een supermarkt, een grote supermarkt, hoe gaat het dan om de weekmarkt? En je kunt maar door blijven gaan, waar leg je de grens in dat geheel? En dat vraagt ook wel nadere duiding van het kabinet. En het is ook wel van belang, dat heeft ook nog een juridische grondslag. Als er eventueel sprake is van een schadeclaim, is het wel relevant of de maatregel getroffen is op last van de minister van Volksgezondheid, of dat die zelf verzonnen is. Dat kan een verschil uitmaken. Dus ook om die reden vind ik het ingewikkeld om daar nu een antwoord op te geven. Ik wil eerst ook de nadere duiding van het werk zien. Ja, dan hebben we iedereen gehad. Dank u wel. En dan geef ik het voorzitterschap terug aan de burgemeester.